We zijn vanmiddag in de Schalm, waar de sleuteloverdracht plaatsvindt van burgemeester Letty Demmers naar de jeugdprinses Veertje en grote prins van carnaval Willem van Oranje. Hier staat het gewoon van Veldhoven op dit moment. Maar voordat je echt over Rollen gaat gaan regeren, hebben we natuurlijk nog heel wat te doen voor vanmiddag. En van daaruit om de sleutels die overgedragen worden aan zowel de jeugdprinses als de grote prins van Rollen gaan. Maar allereerst wil ik heel graag onze eigenste voorzitter van de stichtingorganisatie Carnaval naar boven vragen om in ieder geval het volk nog even toe te spreken voor de komende 4 dagen. Frank, aan jou door. Hallo allemaal, fijn dat jullie er zijn. De sleuteloverdracht voor de eerste keer nu in de grote zaal van de Schalm. Ik ben eigenlijk best wel een beetje trots dat hij hier doet. Maar goed. We hebben met z'n allen de schouders rondgezet en ik moet de Schalm, de gemeente Veldhoven, Marijke en Regine en Hans van der Looy onder andere en Paul van de burgemeester van hartelijk bedanken dat wij hier dat allemaal bij elkaar hebben neergezet. En we gaan een heel mooi feest van maken en er zijn mensen die veel beter naar waar kunnen praten dan ik, dus ik hou er nou mee op. Dus heren, ten acht weer. Vanzelf bedankt. U hebt de emotie in zijn stem dat het toch wel heel lang is geweest om al die veranderingen door te kunnen maken. U weet allemaal dat we allemaal de schouders eronder moeten zetten om het Rommelgatse carnaval te laten zijn. Wat het ook waardig is om Rommelgatter te zijn in het Rommelgatse carnaval. Dus ik wil nogmaals een groot applaus voor de Stichting Organisatie Carnaval en ook voor Frank. Oh,
Haagse carnaval. En van daaruit ook een nieuwe burgemeester. Ze is wel de tijdelijke burgemeester. Maar desalniettemin is de goede burgemeester ingeburgerd in. Het is een Brabantse. Ze weet waar carnaval vieren is. Mag ik uw aandacht en uw applaus voor onze eigen burgemeester, Lenny Demmers. Zoveel kleuren om heen te zien en bommelvakkers. Wel dat jullie hier allemaal zijn. En een speciaal welkom aan de prins van Oranje, net zijn gevolg en prinses Veerle met haar gevolg. Dat ze staat zo mooi verborgen opgesteld, maar ja, jij hoort het er ook bij, of niet? Nou, gewoon blijven staan, hartstikke leuk. Ja, een speciaal welkom, want zij zijn de komende 4 dagen, vandaag en de komende 3 dagen erachteraan, ontzettend belangrijk voor ons. Want jullie gaan ons door de leut in helpen. 3-4 dagen lang, heel veel plezier hebben met elkaar. Veel plezier met elkaar, maar ook met anderen die je misschien nog niet kent, maar na de 4 dagen inderdaad veel beter zult leren kennen. Want carnaval is tenslotte een feest van saamhorigheid. Iedereen is welkom, overal. En als je welkom voelt, dan heb je ook een hele mooie 4 dagen. En ik wens jullie dat allemaal van harte toe. En ik hoop dat we, als we aan het eind de sleutel weer terugkrijgen, dat jullie zullen zeggen, dat was het mooi om 4 dagen het gezag over Veldhoven te hebben. En over in dat geval Rommelpot. En ik denk dat ik daar zo staan ben dat jullie dat op een uitstekende manier zullen gaan doen. Ja? Dan gaan we beginnen met de sleutel. En dat wilde ik graag eerst doen aan de prinses Veerle. Wat is het leuk dat jij als meisje hier staat? Kom maar een beetje naar voren. Weet iedereen wie jij bent, want je ziet er zo ontzettend mooi uit. En je hebt ook 2 hofdames, hè? En die, wat zijn dat? Dat is je zusje en een vriendin, of niet? En jouw vriendin? Jennifer. Oh, Jennifer. Maar vinden jullie dat ze er geweldig uit? Geef haar eens een applaus. En dan hier zo op een podium staan, hè, dat is best heel spannend, of niet? Maar we gaan allemaal helpen, hè? Maar dat was gewoon een hartstikke gezellig feest van, dat is ook de bedoeling. Want jij doet een hele gekke sport, heb ik geleerd. Hoe heet die sport? Hapkido. Hapkido, weet u wat het is? Ja? Jij weet wat het is. Nee, dat is heel Hapkido. Zelfverdediging sport. Zelfverdediging sport, dus je hebt die politiemensen die hier staan helemaal niet nodig. Je kunt het gewoon allemaal zelf. Ja? Nou, maar ik denk dat ik met die politiemensen en met iemand die die zelfverdediging sport doet, dat ik met alle liefde de sleutel van het gemeentehuis aan jou wil geven. En dat is niet de sleutel van de voordeur, maar de sleutel van de achterdeur. En als we komen naar Brabant, dan is de sleutel van de achterdeur eigenlijk de belangrijkste sleutel. Want daar kom je binnen als je gezellig naar iemand toe wil gaan. En dan ga je niet langs de voordeur. En ik weet dat toen mijn schoonouders, toen ik bij de eerste keer kwam, die voordeur ook helemaal niet doorkomt, soms gewoon de kast voor. Dus jij herkent dat waarschijnlijk. Dus inderdaad, dan gaan we jou die sleutel overhandigen. Oh, dat moet zelfs vooraf. Gaan we even doen. Ja, ik heb nog zoiets in mijn zak. Nog iets groter. En dat is inderdaad de grote sleutel die ik graag wil overhandigen aan prins Willem van Oranje. En het is vandaag wel bij de 57e keer hier dat we de sleutel moeten overhandigen. Bij de 2e keer al aan jou, prins Willem. En dat is een eer om dat te doen. En ik heb er ook alle vertrouwen in dat dat op een geweldige manier gaat gebeuren. En nou is jouw motto voor jezelf, gezelligheid kent geen tijd. Nou zit ik wel met een dilemma. Want de sleutel van de stad hebben betekent ook dat je af en toe bepaalde tijden die deur op slot moet doen. Verder zeg ik niks, hè? En ik vertrouw jou absoluut deze sleutel toe. En ik wens jou en alle mensen hier aanwezig ongelooflijk veel plezier. En met zo'n prinses samen naast je moet dat gaan lukken. Daar ben ik van overtuigd.
Dankjewel, burgemeester. Ik denk dat onze prins die wil zelf ook nog even een onderscheiding overhandigen, denk ik, en omhangen. Ja, ja, even terug. Zoals het bij mij hoort, natuurlijk. Prins Willem van Oranje. Beste P. R. Residentie heb ik zelf. I. Installatiebedrijf heb ik ook. N. Nadenken is een bezigheid die iedereen mag vergeten. S. Stappen in Rommelgat moeten we gezellig houden met z'n allen, dus samenwerken. De W. Wij, prins en gevolg van Rommelgat. En ik, burgemeester van Zeeland. Dat iedereen moet kunnen zien dat de jeugd van Rommelgat toekomst heeft, ook met carnaval. L. Leven en laten leven, wat ook een Rommelgatse wijsheid is. L. Loon en plezier staan hoog in het vaandel. E. En tijdens carnavalsdagen niet te veel over PSV gepraat mag worden, maar er moet gehost worden met de prins. En met een gesmeerde stem is het goed zingen, gezang, zorg, voor de juiste stemming. De vrolijkheid en zotheid zullen heersen bij elke Rommelgatter. De A, alles wat de prins zegt is bindend. De M, niemand met carnaval mag overgeslagen worden. De O, ook met carnaval het geluidsniveau niet boven de wettelijke normen mag stijgen. De R, rookbeleid, daar dienen we ons aan te houden. A, ouderrijden is voor iedereen heel belangrijk, maar met carnaval moet je die toch maar even laten staan en met de taxi gaan. En nooit meer naar huis, maar wel voor sluitingstijd. D, jong en oud moeten lachen indien hiervoor getiteld moet worden. Anders doet de prins dat zelf al. En E, eind goed, al goed, volgend jaar. Weer Prins Carnaval! Dat is lang genoeg, hè? Oké, daar gaan we. Burgemeester Letty Demmers, of moet ik nu zeggen, voor nu even oud-burgemeester? Nou, zeg maar gewoon Letty Demmers, dan is het in ieder geval goed. Ja, absoluut. We hebben zojuist de sleuteloverdracht meegemaakt. Hoe was het voor u om die sleutels over te dragen? Ja, dat is toch altijd wel een speciaal moment, ook al weet je dat het natuurlijk een beetje bij carnaval hoort. Maar het is wel symbolisch en ik denk dat het heel goed is om een paar dagen per jaar te hebben dat iedereen weer op een andere manier eens tegen de gemeente aankijkt. En ja, het is dan Rommelgat, geen Veldhoven meer. En met elkaar een soort saamhorigheid ontwikkelen met feestvieren, optochten, prima. Ja. En voor u dus 4 dagen vrij of hoe moet ik het nu zien? Nou, dat zal niet gebeuren, denk ik. Maar het is inderdaad, morgen ga ik gezellig naar de optocht kijken. En ja, maandag zijn wij gewoon open als gemeente. Maar dat is toch wel een stuk rustiger, want heel veel mensen zijn er niet. Of zijn met vakantie, of zijn gewoon lekker aan het feest vieren. Dus ik ook. En dit jaar was het voor u als burgemeester hier de eerste keer. Maar ook de eerste keer zo in de grote zaal van de Schalm. Hoe heeft u dat ervaren? Ja, ik kan het natuurlijk niet vergelijken met de andere keren. Maar ik begreep dat het dan in de foyer of in de hal van het gemeentehuis was. Maar ja, die zaal die leent zich daar uitstekend voor. En je hebt een mooi podium. Ja, beter kan het eigenlijk niet. Dus ik denk dat dat echt een absoluut voordeel is ten opzichte van eerder. En het is ook veel fijner. Want deze mensen die hier werken zijn gewend om met horeca om te gaan. En van ons als gemeente is dat altijd wat een vreemde bijkomstigheid. Dus ik denk dat dit een goede manier is om het in te vullen. Dus als ik het mag samenvatten, een goede aftrap voor carnaval 2018 in Rommelgat. Absoluut. En ik wens inderdaad Prins Willem van Oranje en het Jeugdprinses Vieren heel veel geluk en heel veel plezier toe de komende dagen. Frank Verspaandonk, voorzitter van het SOC. Carnaval is officieel geopend. Ja, dat klopt. We zijn helemaal begonnen nu. Gaat los. En de sleuteloverdracht hebben we net gezien. Voor het eerst dit jaar in de grote zaal van de Schalm. Je had het er in je toespraak al over dat er toch wel veel veranderd is afgelopen jaar. Kun je daar nog iets over vertellen? Ja, toen ik vorig jaar hier met de sleuteloverdracht stond en Paul van de burgemeester die zat er pas in en toen hadden we het hier in de foyer. En toen hebben we gezegd van nou, het zal wel heel goed zijn als we het gewoon in de grote zaal kunnen doen.
Nou, en toen hebben we er samen de schouders onder gezet met de gemeente en de schalm. En daar staan we dan nu. En hoe was het? Ja, ik vond het heel goed. En het mooie ook is dat het vroeger heel moeilijk was om mensen stil te krijgen tijdens het officiële stuk. En dat was nu geen enkel probleem. Het was mooi, keurig stil. En zo hoort het. En meteen een biertje erbij gepakt en klaar om te gaan carnavallen. Ja, om even te ontspannen, ja. Want het is allemaal wel spannend, hoor. Ja, zeker de afgelopen maanden is er natuurlijk veel voorbereiding in gaan zitten. En dan is dit het hoogtepunt. Ja, we hebben echt heel veel werk ingestoken. En dat is ook, als het dan ook slaagt, dan is het gewoon geweldig om te doen. Dus ja, we gaan iets moois neerzetten voor de komende jaren. En, dus het komt allemaal goed. Hoe schoon kan het zijn? Hè? Dan ga ik je niet langer ophouden en dan wens ik je heel veel plezier. Dankjewel. Jullie ook.